Het SUV-beleid van de Volkswagen Groep is niet altijd even makkelijk te doorgronden. Nu Seat met de Arona eigenlijk een SUV heeft op basis van de Ibiza, zou je denken dat Volkswagen direct aan de slag gaat om ook een SUV te maken op basis van de nieuwe Polo. Dat is niet gebeurd, die auto komt wel, maar dat gebeurt later pas. En in plaats daarvan onthulde Volkswagen afgelopen zomer de T-Roc. Deze auto is een heel stuk groter dan een Polo en feitelijk gewoon een SUV op golfbasis. Dat is opmerkelijk, want met de Tiguan is er natuurlijk al jaren een SUV op golfbasis. De T-Roc wordt een stuk lager gepositioneerd dan die auto. Waar de Tiguan wat behoudend en vooral erg praktisch is, moet de T-Roc een stuk hipper en dynamischer zijn. Eigenlijk een beetje zoals de Toyota CHR zich verhoudt tot de RAV4. Net als bij de CHR is het uiterlijk erg belangrijk bij de T-Roc. Het is ook wel te zien, want hij is inderdaad een stuk minder behoudend vormgegeven dan veel andere Volkswagens. Bijvoorbeeld deze achterkant, die is van grote afstand herkenbaar. Maar ook de scherpe vouw over de flank die rond de handgreep naar beneden duikt. Grote wielkasten, grote wielen. En bijvoorbeeld ook deze chroomstrip die zo langs de achterruit naar beneden loopt. Dat zijn allemaal details die hem een heel kenmerkend uiterlijk geven. Al is het tegelijkertijd wel zo dat dit soort details ook bij andere crossovers en SUV's wel voorkomen. Daarbij hangt natuurlijk veel af van de gekozen uitvoering. Want niet iedere T-Roc is in twee kleuren gespoten en ook niet iedere T-Roc staat op zulke grote wielen. Het goede nieuws is dan weer dat er ontzettend veel te kiezen valt voor de buitenkant van de T-Roc. Zo zijn er 11 verschillende carrosseriekleuren en nog 3 kleuren voor het dak, wat het totaal volgens Volkswagen op 24 verschillende combinaties brengt. Natuurlijk zijn er ook een heleboel verschillende wielsoorten, waarvan er eentje zelfs oranje is. En wat voor de buitenkant van de T-Roc geldt, dat geldt eigenlijk ook voor de binnenkant. Als je de juiste opties kiest en je bestelt bijvoorbeeld dit paneel wat over de hele breedte van het dashboard loopt in een knalgeel of een van de andere felle kleuren die beschikbaar zijn, dan heb je een interieur dat heel anders oogt dan wat je gewend bent en wat een heel frisse uitstraling heeft. Maar als het is zoals in deze auto en die panelen zijn gewoon zwart of anthraciet, dan blijft daar niet zo heel veel van over. Dan hou je gewoon een Volkswagen dashboard over zoals we dat gewend zijn. Dus heel streng, heel strak, heel mooi afgewerkt met alles op de goede plek. Maar dan blinkt het binnenste van de T-Roc niet meer uit in een hele creatieve vormgeving. Natuurlijk stopt Volkswagen de T-Roc helemaal vol met het allerlaatste stand van zaken op het gebied van multimedia. Tenminste, als je de juiste opties aanvinkt. Zo hebben we in deze uitvoering de laatste generatie van het multimedia systeem met een groot touchscreen. Dat werkt ontzettend prettig. Het is wel heel gevoelig voor vingerafdrukken. Daar moet je van houden. En in deze uitvoering is ook het instrumentarium nog digitaal. En kun je daar indien gewenst ook navigatie op projecteren. Of allerlei andere informatie die je daar maar zou willen hebben. Dat betekent dat je even moet wennen. Want er is heel veel mogelijk. Dus je hebt heel veel menus waar je doorheen kunt scrollen. Maar als je er eenmaal gewend bent, dan is het wel heel fijn om zoveel mogelijkheden te hebben. Wat ook typisch Volkswagen is en heel fijn, is het feit dat de stoel en stuur zich heel uitgebreid laten verstellen. Dus ik denk dat werkelijk iedereen hier wel een goede zitpositie kan vinden. Ook de armsteun die kun je nog naar voren halen, omhoog en omlaag doen. Ja, zodra je hierin gaat zitten, heb je gewoon zin om een eind te gaan rijden. En dat heeft Volkswagen gewoon echt heel goed voor elkaar. Tja, en dan het rijden. Daar kan ik eigenlijk vrij kort over zijn. Want ja, het rijdt gewoon als een Volkswagen. En dat betekent dat deze auto zelfs binnen de Volkswagen groep voor de neutrale weg kiest. Waar Skoda nog wat nadrukkelijk comfortabeler is. Een Kodiaq bijvoorbeeld, die kan best wel een beetje deinen. En Seat toch wat meer in de sportieve hoek zit, probeert Volkswagen de middenweg aan te houden. En dat betekent dat het prima rijdt. Alles is fijn, gaat schokvrij en soepel. En het onderstel houdt mooi het midden tussen comfort en enige dynamiek. En de besturing geeft niet al te veel gevoel door, maar is ook niet heel wazig. Maar het is dus ook niet spannend, op wat voor manier dan ook. Het is niet zoals een Toyota CHR die echt uitblinkt in een dynamisch rijgedrag. Dat moet je niet verwachten van een T-Roc. De motorenlijst van de T-Roc is lekker symmetrisch. Er zijn 3 dieselmotoren en 3 benzinemotoren. En in beide gevallen kun je dan kiezen uit 115, 150 of 190 pk. En dan is het ook nog eens een keer zo dat in beide gevallen de basisversie altijd voorwielaangedreven is met een handbak. De topversie, dus die met 190 pk, altijd een automaat en vierwielaandrijving meekrijgt. En je bij die middelste variant, met 150 pk, kunt kiezen uit een handbak of een automaat en uit voor- of vierwielaandrijving. Ook bij de uitrustingsniveaus zijn er 3 smaken. Je hebt de basis T-Roc, die heet gewoon T-Roc zonder toevoeging.
Die is qua uitrusting eigenlijk zo gek nog niet. Alleen naar de buitenkant zie je het wel af. Want zoals gezegd heb je dan maar één kleur en ook kleinere wielen. En bijvoorbeeld ook halogeen koplampen. En dus niet die eigenwijze ronde LED richtingaanwijzers. Dan heb je de T-Roc Style. Die moet je hebben als je die kleurtjes mooi vindt. Want die uitvoering, zeker als je de Style Plus neemt, dan kun je kiezen uit alle mogelijke tinten voor dak en koets en interieur. En dan heb je nog de T-Roc Sport. En dat is het uitrustingsniveau. Dat is gekoppeld aan de sterkste motoren. Dus die met 190 pk. En behalve dat heb je dan ook aan de buitenkant wat sportieve accenten. Zoals donkerder achterlichten. Wij rijden vandaag met de 2 liter TSI met 190 pk, dus de sterkste benzineversie. En dat is natuurlijk niet de motor die in Nederland het populairst gaat worden. De importeur verwacht het meest van de basisbenzinemotor, dus de 1 liter TSI met 115 pk. En dan gekoppeld aan uitrustingsniveau Style, dus het middelste niveau waar ook die kleuren op beschikbaar zijn. Die auto is al bestelbaar en zal dus ook binnenkort wel in Nederland beschikbaar zijn. En dan is dat natuurlijk de uitvoering waar we als eerste mee gaan rijden. Als jij 115 pk nou niet genoeg vindt en je gaat toch voor deze 190 pk versie, dan heb je daar in ieder geval ruim voldoende aan. Hij gaat in minder dan 8 seconden naar de 100, dus ik hoef denk ik niet uit te leggen dat deze motor meer dan voldoet voor de T-Roc. Maar nog even over de plaatsing van die T-Roc binnen het Volkswagen gamma. De auto is ietsje breder en natuurlijk ook flink hoger dan de Golf, namelijk 12 centimeter. Maar hij is ook ietsje korter. Dat zijn hele kleine verschillen, maar toch. En ook de wielbasis is ietsje korter. Dus ik ben benieuwd hoe het zit met de ruimte achterin. Nou, dat valt nog niet helemaal mee. Ik zit hier zoals gebruikelijk achter mezelf. En ja, mijn knieën zijn net vrij van de rugleuning van de stoel voor me. Maar meer dan dat is het ook niet. De hoofdruimte. Ja, eigenlijk hetzelfde. Het is voldoende, maar het houdt niet over. Waar de T-Roc wel serieus meer ruimte biedt dan een Golf is hier in de bagageruimte. Want hier kun je 445 liter kwijt, terwijl je in een Golf maar een bagageruimte van 380 liter hebt. Als je de banken neerklapt, dan is die nog steeds wel groter dan een Golf. Maar dan valt het verschil wel een beetje weg. Maar goed, je hebt dus wel meer ruimte achter de achterbank. Al met al biedt de T-Roc dus een bijzonder design en een wat grotere kofferbak dan een Golf. Maar wat betaal je daar dan voor? Nou, als je de basis T-Roc naast een simpele Golf zet met 5 deuren en ook een 1 liter TSI, maar dan met 110 pk, dus de meest vergelijkbare versie, dan is het verschil zo'n 2000 euro. Maar de T-Roc is wel weer 4000 euro goedkoper dan een Tiguan. Of dat genoeg is om mensen over de streep te trekken, zal de toekomst moeten uitwijzen.